En toen had ik even een rol daar niet in gedaan. Want ik ben film gekeken. Super tof dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Mijn naam is Sanne Pat, zoals iedereen weet. En ik ben al een tijdje wakker. En dat is even lekker heerlijk om wakker te worden. Het is nu natuurlijk maandag. Voor mij is het natuurlijk donderdag als ik goed heb. En ik zat te kijken. Geen koffiecreme meer. En ja, die poeder is op. Maar ja, ik kan nog één bakje zetten. En dan is het op. Dus gewoon nog één koffie zetten. Maar ik kan ook nog een pakje melk gebruiken. Ik kan ook nog. Dat heb ik ook nog. Dus misschien dat ik dat zo meteen ga doen. Net lekker wakker geworden. En lekker radio toen lekker aangezet. En vannacht, uur of 12, heb ik toen even handdoek op, dekbed opgehangen. Ik kan het even lekker drogen. En ik zit te kijken, ja, vergeet ik wel eens, dat mijn badkamerlicht aan staat. Ook lekker slim van mij. Maar ja, dat kan gebeuren. Maar gaan we nu even dadelijk nog een bakje koffie zetten. Ik ben met editen klaar. En dan ga ik nu maar lekker bak koffie zetten. De laatste bakkie. En deze rolgordijn omhoog open gooien. Nou, dat ook maar even doen. Heerlijk prachtig weer, zonnetje schijnt, lucht is blauw. En wat ik heel vaak zeg, dagen voor potje, kom maar gauw. Ja, wauw. Maar, mijn koffiemelk is op natuurlijk, maar ik heb nog melk. Dus ik doe lekker een geutje melk dan in. En dan weer koffie zetten. Zo. En dan ga ik weer het tweede bakje zetten. Laatste bakje zetten en dan klaarmaken om naar werk te gaan. Dus laten we dat ook gelijk even doen. Nieuw koffiepads en dan een bakje koffie zetten in ieder geval. Laten we dat even lekker doen. Laatste bakje van vandaag. Dus na vandaag, dat weet ik nog niet zeker, maar wel van nu. Daarna ga ik pas, kom ik uit mijn werk, denk ik nog eentje zetten. Dus vandaag ook hele week werken. Een week terug heb ik maar 3 dagen gewerkt, omdat ik vrijdag vrij was en donderdag hemelvaartsdag natuurlijk. Dus ik heb wel een hele leuke weekend gehad in ieder geval, laten we zo zeggen. Ik hoop dat jullie ook een lekker weekend hebben gehad. Laat even weten in de reactie wat jullie hebben gedaan. Dus. En dan ga ik nu even waarschijnlijk het laatste bakje zetten vandaag. Dus laten we dat even lekker doen. En toen had ik even een rol daar niet in gedaan. Want ik ben film gekeken en dat is zo'n ongeweldig leuke film. Mako, dat gaat over eiland, kom weer in problemen, zijn zeemerminnen. En het is wel buitenlands. Ik kan een beetje volgen voor mensen die denken, Sander, hoezo kan je dat niet volgen? Hoezo kan je een beetje volgen maar? Nou, ik heb moeite met Engels. Dus vandaar. En ik kan een beetje volgen, half. En ik vind Engels ongelooflijk moeilijk. Misschien voor sommige mensen ook weer vinden met beperking. Maar, dus ik ben dat aan het kijken. Tussendoor heb ik een begeleidmoment gehad, heb ik een wasje gedaan. En toen heb ik met het begeleidmoment heb gevraagd wat nou dit voor tomaten zijn. En ik kwam met begeleiding over, waarschijnlijk zijn dit inderdaad cherry tomaten. Kan jij, heb ik jou iets gevraagd? Nee, stil dan. Nee, grapje. Boef. Dus ik ga het even proeven. Gelijk, ik heb ook eentje mannen en de hele begeleider uitgeplukt. Dus ik ga even proeven. Smaakt goed. En de begeleider zei ook dat ik ze volop in de zon moet zetten. Toch wel goed dus. Dus die gaan dan daar lekker daar doen. Doe ik wel even zo. En dan deze rolgordijnen dicht. Dan hoef ik er niet last van te hebben. Dus ga ik dat zo onderzetten. En dan ga ik net dus nu lekker een filmpje kijken. En ik had gezegd dat ik cadeaus zou krijgen van Sander. Dat zijn 2 cadeautjes. Dat zijn deze.
Tenminste, dat was wel voor Martijn bedoeld. Dat is de broer van Sanne. En deze. Want voor mensen die niet weten, ik krijg ook opgestuurd. Als ik open krijg, heb ik weer dat ik hem niet open krijg. Oh. Ik kreeg hem net nog open. Ik had hem dicht gedaan. Ja, heb ik weer. Hij zit hier om te knoeien met deze. Oh, heb ik weer. Waarom? Ga ik even hier op knieën zitten. Dat ik gewoon echt niet. Ik krijg hem niet los. Oh my god. Oké, ik denk dat heel veel mensen nu mij lachen. Kom op. Dan kan je level onder de poort door. Ik heb mijn knieën. Eén, ik heb een knie op de grond en de andere heb ik gewoon door recht. Nou, maar waarom hield die nou niet open? Dan heb ik weer. Oh mijn god. Oké, 3 jaar later. Moet deze drukken. Nou, kijk, dit is hem dan. Die heb ik gekregen van Sanne. Super lief. Hij is wel mooi. Super lief. Dus die heb ik een plekje gegeven eigenlijk. En dat is dat plekje ook voor mij en Sanne. Vind ik wel leuk. En dat is hier zo. Want de kaart heb staan. Van net even anders. Teksten van Kwebbelkomp komt. Ik vraag me nog steeds af waarom de in staat Kwebbelkomp. Oké, weerbaarder worden. Oké, dat is logisch. Dat staat al heel veel. En er staat 2 teksten op dat staat voor mij Kwebbelkomp. Een hoopje op Sander. Ja, oké. Dan omdat ik in straal stond toen. En hier heb ik ook nog teksten. Sander wil mondiger zijn. Ja, dat klopt sowieso echt helemaal. Die tekst past echt bij mij. Mondiger kan je een beetje meer vergelijken als mond openzetten. Van mening geven. Van dit vind ik leuk, dit vind ik niet leuk. Of kan je al meer beschrijven? Nou, eigenlijk heel veel. Let op. Zit iemand hier achter deze deur? Als ik hem open maak, kijk hoe die deur gebeurt. Wat doe jij daar? Wat doe jij daar? Hey. Boef. Hey. Waarom zit je ook in die kant? Dat mag jij niet. Hè? Dat mag jij niet. Hey. Lieverd. Hey, boef. Ik ga nu maar lekker filmpje kijken. En dan kijken of ik uit ga kijken of niet. Dus dat weet ik nog niet zeker. Dus ga ik in ieder geval eerst verder kijken. Ik heb die film helemaal afgekeken, maar nu is het klaar om lekker een beetje toe te gaan. Ik heb een andere film aangezet. Maar dan ga ik denk ik lekker een beetje kijken. En dan ga ik nu lekker rolgordijnen dicht doen en lekker een beetje in. En om bed lekker te slapen is ook weer mooi om te doen. Dus ja.
Maar ik wist helemaal niet, maar blijkbaar dat ik cherry tomaten heb. Oké, die staat nu daaronder. Ik wist echt totaal niet, maar deze was ga ik nog opruimen morgen. Het is nog een beetje vochtig, zo te voelen. Dus ga ik morgen lekker opruimen en dan nu lekker mijn bedje in. Morgen weer een dag. Ik hoop dat jullie deze vlog alsnog leuk hebben gevonden. Ik doe deze nog voor de zekerheid naar beneden. Wat ik eigenlijk ook tegen jullie wil zeggen is dat ik jullie allemaal wel bedank voor het kijken van deze vlog. Ik hoop dat jullie deze vlog leuk hebben gevonden, al is hij wat korter dan gisteren. Dus vonden jullie deze vlog leuk, doe sowieso even blij duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd op mijn kanaal, zou het tof zijn als je beneden even abonneert. En tof reactie beneden achterlaten. En dan zeg ik alvast veel kijkers in je. Goed nieuwe vlog om 1 uur. En dan zeg ik hierbij laters. Dus daar ga ik lekker van genieten. En dan ga ik zo meteen wat dingen tegen jullie vertellen. Over wereldreisstrekkers. Blijf je nog wel kijken, ga ik eerst lekker van een bloesje genieten. En ik moet er dingen even een paar hoogte doen.